Lentes Live College, Maarten Westerberg. Maarten, leuke school. Maar wat is dat voor school, jullie school? Nou, het Lentes Live College is een VMBO-school in Schiedam. En wij bieden binnen het VMBO de opleidingen basis, kader en TL aan. Leg even een beetje uit nog over basis en kader. Wat is het verschil? Nou, het grote verschil zit hem in de praktijk. De BBL-leerlingen, de basisleerlingen, die doen wat meer uren praktijk. En de kaderberoepsgerichte leerweg is toch wat meer theoretisch. Dus wat meer zitten en leren. En naast ook de praktijkstuk. Ja. Ik vraag altijd van, hoe ziet jullie leerling er nou uit? Hoe ziet nou een leerling eruit die op het live college zit? Ja, wij hebben echt niet echt een stereotype leerling. Wij hebben een leerling die uit de Randstad komt, hè, uit een stedelijk gebied, waarbinnen al onze leerlingen eigenlijk vandaan komen. En van alle markten eigenlijk thuis zijn. Moet het echt een student zijn of ook een doelkind? We proberen eigenlijk altijd te zoeken naar een goede mix, maar we hebben zowel doeners als denkers. En eigenlijk van allebei zijn van harte welkom. Wat bieden jullie allemaal voor vakken aan? Naast de gewone vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, zetten we heel veel in op talentontwikkeling. We bieden veel workshops aan waarin we op zoek gaan met de leerlingen naar hun eigen talent op het gebied van sport tot koken, tot media en dergelijke. En al die vakken hebben jullie dan ook in huis? Die hebben we ook allemaal in huis. We hebben onze eigen faciliteiten daarvoor. We hebben eigen keuken, sportplekken, een live lab met een eigen bibliotheek en mediahoek. Dus wat dat betreft zijn we rijkelijk voorzien inderdaad van faciliteiten. Daar spelen ouders natuurlijk ook een grote rol. Wat verlangen ouders nou van jullie school? Wat ouders van ons verlangen is vooral een stukje communicatie. Dat we daarin naar de ouders toe zoveel mogelijk delen met wat we met de leerlingen doen en wat ze vertellen. En dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen. En daarnaast ook gewoon een opvoedkundig partner te zijn samen met de ouders. Om hun zoon of dochter te helpen bij het groot worden eigenlijk. Want je krijgt hun grootste schat, zeg maar eigenlijk. Dat is hun kind. Nou zijn brugklassers over het algemeen gekenmerkt door of ze gaan gelijk mee of ze hebben startproblemen. Hoe pakken jullie de leerlingen aan met startproblemen? Nou, we pakken dat voornamelijk aan door heel bewust te kiezen voor mentoren die in de onderbouw 2 jaar met hun klas meegaan. Waardoor de band met leerlingen en ook de ouders daarbij gewoon goed is. En we de leerlingen ook echt goed leren kennen. En dus ook de leerlingen daarin ook gewoon goed kunnen begeleiden om op te starten. Ouders vinden de staat van de school altijd erg belangrijk. Voor de mensen die het nog niet weten, hoe ziet jullie school eruit? Nou, als je op de A20 rijdt en langs het station van Schiedam rijdt, dan zie je daar een heel groot, mooi en nog nieuw gebouw staan. En wij hebben een groot gebouw. Er zitten totaal zo'n 1100 leerlingen en studenten, want we hebben ook nog een mbo binnen ons gebouw. Dus dat is nog steeds een heel mooi en gloednieuw gebouw. Maar het is social media, daar kunnen we niet onderuit. Dat doen alle leerlingen. Doen jullie ook aan preventie? Wij bieden in de klassen verschillende lessen aan waarbij we ingaan op het gebruik van social media. En daarbij ook ingaan op een stukje gevaar wat social media met zich mee kan brengen. En daar ook de leerlingen ook actief in te onderwijzen van hoe ga je er nou verstandig mee om. Hoe leuk is jullie school wat betreft de leerkrachten? Nou, wij hebben natuurlijk de allerbeste en leukste leerkrachten in heel Schiedam en omstreken. Daar kan ik heel makkelijk over zijn. En daarnaast ook gewoon een jong team. En dat is ook gewoon prettig om te werken. Ja. Nou, mensen willen graag altijd even sfeerproeven, even kijken. Wanneer zijn bij jullie de open dagen? De open dagen die zijn in januari op woensdag 24 en zaterdag 27 januari. En in december, op 14 december, hebben we ook al een voorlichtingsavond voor ouders. En dit ook allemaal terug te vinden op de site www.lifecollege.nl. Ik wens jullie veel nieuwe leerlingen toe. Ja, dankjewel. Dat gaan we voor elkaar krijgen, denk ik zo. Dankjewel.